Papa loves mambo. De eerste vraag die wij stelden aan de jongeren was: 20 jaar is de beste leeftijd. Ja. Was dat bij u ook zo? Ja. Ja, 20 jaar. Dan was ik wat lijker. Dan was ik al getrouwd. Waar jij toen al getrouwd? Ik had al een kind. Je had al een kind? In mijn tijd, en dat stond de pil, hè. Bo. 16, 17. 16. 30 jaar, 20, 30 jaar zo. 20, 30 jaar. 20 jaar, dan weet ik nog niet wat dat gezegd. Denken jullie dat het leven van jullie kleinkinderen, omdat ze nu opgroeien, beter is dan dat van jullie? Ja, veel beter. Ander leven. Een ander leven. Ander leven, vrijer. Misschien moeten ze minder hard werken, maar de tijd is maar wees. Laatste vraag. De pikante. Een goede pikante. Oh, dat heb ik gedaan. Porno is voor ons gewoon wat plezier. Is het willekeur of is het degoutant? Wat vind jij van porno? Vind jij dat dat moet kunnen? Of? Nee, ik vind dat niet. Nee, vind dat degoutant? Ja. Nee, niet degoutant. Niet goed. Ik vind dat normaal. Ik vind dat normaal, hè? Ja, absoluut. En ik zou vooral eens kunnen mij kloppen. En vind jij porno dan degoutant? Of vind jij dan... Ja, ik vind dat degoutant. Okay. Zie dat niet in. Nee. Maar ik vind dat ze daar plezier mee maken. Dat mag. Doen.